Goedemorgen Daan, het is woensdag 8 februari. Deze keer is het ook echt weer 8 februari, of in zoverre echt keer weer woensdag moet ik zeggen. Ik heb het gewoon nog steeds vet druk op mijn werk. Daardoor heb ik niet zo heel veel sociale contacten, zeg maar, buiten. Wel binnen, maar niet buiten. Dus er is niet heel erg veel om te laten zien. Maar, je had het verleden week over Ronald Groenewold. Ik heb daar even naar gekeken. En ik moet zeggen, erg grappig. En ik vind het erg leuk dat Ronald dan ook naar ons kijkt. Met andere woorden, goeie avond in dit geval, Ronald. Ik moet zeggen, ik vind het allemaal erg grappig. Ik heb er naar gekeken. Superleuk. Zeker iets wat ik vaker ga kijken. In ander nieuws, want ja, er is natuurlijk ook ander nieuws dan Ronald Groenewold. Dat vindt Ronald misschien niet zo leuk, maar ik wel. Ik heb weer wat nieuwe spellen erbij, maar goed, dat is gewoon een ding. Hè? Zo gaat dat dan. Ik ben ook weer druk bezig met Magic the Gathering. Ik geloof dat jij dat wel kent, Daan. Daar ben ik ook weer helemaal ingedoken. Superleuk. Daarnaast is het zo dat voor de eerste keer in... Ja, wat zal ik zeggen? Een maand of 6, misschien wel 7. Nadat wij gestopt zijn met het, met de verbouwing hier. Omdat nou ja, de bouwvak kwam er destijds aan. En er zijn al wel hier en daar wat klusjes geweest. Maar er moest nog best wel wat gebeuren. En er moet nog best wel wat gebeuren. Maar zoals ik zeg, voor de eerste keer sinds toen, verleden jaar. Gaat vanaf aanstaande zaterdag de verbouwing hier weer verder. Dus dan kunnen boven de muren afgemaakt worden. Want er zijn natuurlijk nieuwe ramen ingezet boven. Maar die muren zijn nooit meer gestuukt. Dus dat kan weer gedaan worden. En allemaal kleine klusjes. Weet je, de achterdeur moet nog even gefixt worden. En er moet nog een raam boven mijn toiletdeur. En nou ja, allemaal van dat soort dingen gaan eindelijk weer van start. Dus dat betekent hopelijk dat ik over een aantal maanden helemaal klaar ben met mijn huis. Zodat ik aan de nieuwe verbouwing kan beginnen. Want ja, er staan alweer nieuwe verbouwingen gepland. Zoals dakkapellen en schuifpuien in de achtergevel en veel te veel om op te noemen. Maar dat is allemaal voor later. Voor nu zeg ik Daan, ik denk dat ik hem hier even bij hou. En ik zie jou volgende week.